Ik zal nog wat meer vertellen over de FT257 van Jesu en de FT252. De laatste is de 2 meter versie, de eerste is de 70 centimeter versie, de versie die ik heb. Op dit plaatje zie je ongeveer het formaat van het apparaat. Hij is vrij groot, vergeleken bij de UV5R en de UV3R. Dat is zo, maar hij ligt geweldig goed in de hand. Hij is ook wat zwaar, maar het is een apparaat wat bedoeld is voor wat moeilijkere omstandigheden. Het apparaat is volkomen waterdicht. En hij kan, kun je wel zeggen, tegen een stootje. Hij is zeer makkelijk te bedienen met die grote knoppen. Dat is nog iets anders. Het is een super ergonomisch apparaat. Dus het display van de FT257 in close-up. Ik hoop dat het een beetje te lezen is. Ik ben zelf wel gecharmeerd van de functie voor volumeknop en squelch. Als je deze indrukt, dan gaat hij naar volume. Druk je die knop nog een keer in, dan kun je de squelch instellen. Dat is wel erg gemakkelijk. En meerdere van die knoppen die kunnen ook, kan ook de functie van worden aangepast. Ik ga het menu even door. Hij heeft zo'n ANI, dat is zo'n identificatie in DTMF. Die kun je hier instellen. Nou, de volgende is Automatic Power Off, die zal bekend zijn. Dit is het ARTS en de instellingen daarvan. Dat is zo'n systeem waarbij je kunt, voor noodsituaties kunt zien of je binnen het bereik van een andere gebruiker zit. Dit is Busy Lockout, dus of je kunt zenden als de squelch open is, pieptoon. Bel, dat is voor CTCSS, dan kun je dus aangeven wat voor type ringtoon dat die moet geven. Je kunt als je birdies hebt, maar die ben ik nog niet tegengekomen, de klok van de processor verschuiven, zodat die birdies ook verschuiven. Dit is weer te maken met ARTS, dat is de CW-ID en die kun je hier programmeren. Dit is de spanning, die kun je voortdurend bekijken hoeveel spanning het apparaat heeft nog. DCS-instelling, nog meer DCS. Dit is de delay bij DTMF versturen, DTMF-snelheid, DTMF-programmeren. Dit is de bandgrens pieptoon, dus als je over de bandgrens komt dan piept hij. Er zit een uitgebreide emergency instelling en ik ga er niet op in omdat dat nogal veel vertellen is. Er zijn een stuk of 8 mogelijkheden als ik het goed heb. Dit is de stapgrootte, dat kun je instellen zoals bij de meeste apparaten, 5 kHz, 12,5. Nou, dit is het gedrag van de verlichting van het LCD-scherm. Ik heb eigenlijk niet gekeken of dat niet wat langer aan kan blijven. Even kijken, continu, kijk eens. Dit is de vergrendeling. Je kunt instellen wat de vergrendeling allemaal precies moet vergrendelen. Het toetsenbord of de knoppen en... wat was dit ook alweer? Ja, nou dat weet ik dus even niet. Even kijken of ik daar nog meer wijsheid uit kan halen. Dit is het gedrag van de REV-knop. Even kijken, dit is geheugennamen programmeren. Geheugennamen laten zien. Je kunt het ding op slot zetten, zodat een andere gebruiker hem niet kan gebruiken. Met een wachtwoord, dat kun je hier programmeren. Repeater shift. Dit is scangedrag. Reverse. Of is dit nou de programmeren van de reverse knop? Nou, dat weet ik niet helemaal zeker. RF-squelch, dat is een bijzondere functie. Je kunt instellen dat hij een gewone ruis-squelch heeft, zoals de meeste apparaten hebben. Maar je kunt ook zeggen, de squelch moet pas opengaan als het signaal S9 is. Dus dat is ook wel grappig. En daar kom ik later nog op, want dat is daarvoor erg handig. De repeater mode, wat was dat ook alweer? Oh ja, dit is een plus of min shift uiteraard. Priority. Dit is de spaarfunctie bij ontvangst. Dit is smart search. Dus je kunt de band afzoeken en dan programmeert hij automatisch al een aantal kanalen waar activiteit is. Dus hij scant gewoon de hele band langs en de bezette kanalen slaat hij op, zodat je die later snel bij langs kunt. Dit is nog meer scanmode. Dit is de verlichting, wat de verlichting bij het scannen moet doen. Die kan allerlei signaleringen geven. Geheugenkanalen overslaan. Een split zit er ook in, behalve repeaters, je hebt ook een split. Dit is het squelch type bij toonslot. Je kunt de temperatuur van het apparaat zien. Dat vind ik zelf wel een leuke. 29 graden Celsius is die nu. Toonfrequentie voor CTCSS. Timeout timer. TX spaarstand, dat is een leuke inderdaad, want daar heb je die S-meter voor nodig. Adaptief zendvermogen. Dus dat betekent dat als een signaal sterk binnenkomt, dan schakelt hij terug van zendvermogen als je dit instelt. Dus dat is, ik vind dat zelf wel een leuke, want dat heb ik nog niet eerder gezien bij een apparaat. Breed of small FM.
Nou, dan ben ik weer aan het begin gekomen. Indrukwekkend hoeveel programmeermogelijkheden het ding heeft. Zeker voor een apparaat waar geen data-aansluiting op zit. En ook geen koptelefoon-aansluiting. Maar ik kan vertellen, het is een Jesu-apparaat. En ik heb er $64 voor betaald. De 2 meter versie is de enige die in Nederland te koop is. De 70 centimeter versie is in Europa niet te krijgen. Want dat is hier niet goedgekeurd. En de 2 meter versie die kost hier in Nederland rond de €80. Ik ben erg van het apparaatje onder de indruk. Ondanks dat hij wat groter is, is het echt een van mijn absolute favoriete porto's. Hè? Ik weet niet of de kat te horen is op de achtergrond, maar die wil eten. Even zien hoor. Als je dan visite krijgt, moest je weer naar binnen toe, want je kon er niet echt met z'n drieën zitten. Tweeën ging net aan. Oké, Manfred. Microfoon weer naartoe naar jou. NREO, PDNL MNO Mobiel. Nou, het filmpje was een beetje gemaakt onder primitieve belichtingsomstandigheden. Ik hoop dat die niet te min gelukt is.